Yo guys, welkom terug in Fallout 4. Welkom terug op mijn kanaal bij deze serie. We staan vandaag nog steeds bij The Institute. En we hebben een nieuwe storyline missie gekregen van hun. Ik heb dus, zoals ik al uitlegde in de vorige part, een soort van soort roadmap erbij. Eventjes in het kort, wie eigenlijk uitlegt op welk punt ik nou precies een save moet maken. Omdat ik dat eigenlijk heel belangrijk vind, omdat ik jullie in één playthrough meerdere endings wil laten zien. Omdat ik eigenlijk in die ene playthrough ook alle trophies tegelijkertijd wil halen. En daarvoor moet je dus goede handmatige getimede saves maken. Zodat je steeds terug en heen en weer kan laden. Zodat je de goede endings hebt en niets verpest. Nou, bam, daar staan we dan. Nog steeds bij die Institute. En we hebben een nieuwe quest van hun gekregen. Ik moet gewoon naar vader toe. En dat klinkt heel vreemd, want het is helemaal niet mijn vader. Ik ben zijn vader, dus het komt een beetje vreemd over. Maar het gaat om de quest Synth Retention. Dus we gaan dat maar gewoon doen. We gaan daarheen. Ik zie hier dat hij hier aan het rondlopen is. 21 meter. Hij zal weer boven zijn. Dus we gaan erheen en dan gaan we met vader praten. Oftewel je zoon. Laten we maar gewoon kijken. Nog hoger. Oh, die man is ook gewoon vette chilly hier. Die zit gewoon op zijn stoeltje en zo. Ik heb hier trouwens nog geen één bobblehead gevonden, wat ik wel jammer vind. Bijna teleurstellend eigenlijk, want kom op nou hè. Je moet hier toch wel een bobblehead vinden in de Institute. Maar het zal vast ook wel ergens staan, maar ik heb het in ieder geval nog niet gevonden. Laten we zitten. Now that you've had a chance to see the Institute firsthand, what do you think? Ja, eigenlijk, je kan zeggen, oh my god, it's amazing. Je kan zeggen, nothing special. En ik ga dat gewoon zeggen, denk ik. I've seen my share of think tank science labs. Oh, I assure you, none of them were quite like this place. Ultimately, all our knowledge and resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by our motto. Mankind, redefined. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. So it's like every other wonder gizmo ever invented. When will you eggheads learn? Have faith. Let me show you how we deal with such problems. A rogue synth has taken over the raider gang at Libertalia. His memories have been erased, and his identity altered. He believes he's a man named Gabriel. Under his leadership, the raiders have taken many innocent lives. I've dispatched a courser to Libertalia. I'd like you to join him and reclaim that synth. Sure. We'll just fight our way through an army of homicidal maniacs and ask this synth to come on home. I didn't say it would be easy. But I'm confident that with a courser at your side, you'll have no trouble. Now you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost lives. Oh, dus ook gewoon geen overleg. Het is gewoon, joh man, ik denk wel dat jij dat wil gaan doen voor mij. Of niet soms. En dan zeg je, nou eigenlijk vind ik het een kut idee. Ja, maar je hebt een courser aan je side, dus het gaat helemaal goed komen. You. Lekker zinloos geboord. Hij gaat gewoon zuipen. Hey, leuke zoon ben jij, man. Doeg. Nou, we zetten die quest aan. Hij staat al aan. Waar moet ik eigenlijk heen? Meet up with the courser. Het zal wel dan daar ergens zijn. Nee, huh? What the fuck, waar? It's an on. Oh, gewoon buiten. Vandaar. Kan ik zeker niet heen. Not discovered this location yet. Honored to have you here, sir. Oh, doeg. So dead. Hell yeah. Wow. What the fuck? Ik teleporteer gewoon even naar een raider basis. Don't you die on me. Holy shit. Okay, get the shit. Who is that?
Holy shit, ik denk ik fast travel even naar de dichtstbijzijnde locatie, maar die ik niet zien aankomen eigenlijk. Oké, dit is een raiderbasis die jullie hoogstwaarschijnlijk gewoon kennen uit een van mijn vorige opnames. Maar dat ze dus gewoon weer allemaal terug zijn gekomen hier. En dat ik hier gewoon naartoe teleporteer eigenlijk. Die had ik niet echt zien aankomen dat het zo zou gaan lopen. Maar goed, we pakken de bottle caps en eigenlijk de fragmentation grenades die ik gewoon weer terug kan oppakken. Ik kan natuurlijk wel gewoon heel veel ammo verzamelen op deze manier. En grenades en stimpacks. Dus eigenlijk is het gewoon wel prima. Maar die teleportatie was zo abrupt. Holy shit. Lampje uit. Zat ammo ook en dingen. Ik bedoel, er zitten hier gewoon bosses tussen. Er was als hier een guy met een power armor. Die ik echt in no time neer had. Hier ligt hij gewoon. Raider power armor zijn echt te lelijk voor woorden. Nou goed, waar we in ieder geval naartoe moeten is daar aan de overkant. En we gaan daarheen door eigenlijk gewoon langs de kust te travelen en dan zo naar de overkant te gaan. En dat moet geen probleem zijn. We kunnen er desnoods zelfs naartoe zwemmen als we gewoon een Radix gebruiken. Even kijken, waar ligt het precies? Ja, ik zou er zo langs kunnen. Op zich moet dat wel te doen zijn. We gaan het wel via die manier doen. We gaan gewoon al die enemies neerhalen op onze weg daar naartoe. Oh, nog een enemy? Ja, redelijk wat enemies ook nog. Even kijken. Ik heb er geen rocket... Ja, ik heb er wel een rocket launcher bij staan. Geen sniper. Maar goed, het is prima zo. Wow, what the fuck? Een Mirelurk Queen. Wat doet die hier opeens? Super random. Wow, wow, wow. Ik pak even een quick save, een rocket launcher en dan gaan we. En nog geen, kom op. Je gaat gewoon echt neer van een Mirelurk Queen. Oké, okay, godzijdank had ik die quick save. Wat ik even doe is ik pak er een Psycho bij. Psycho. Psycho Jet, misschien wel prima. Ziet er ook wel nice uit. Dan pakken we die erbij en... Holy shit, het gaat nog gewoon lukken ook op deze manier. Met goede timing is echt perfect. Nice, de Mirelurk Queen is neer. En dan kunnen deze bandits dat ook zeker wel. Tada. Wow, bottle cap, nog meer ammo, nog meer ammo. Queen Mirelurk Meat. Ik ben er eigenlijk wel eens benieuwd naar. Als we het zo doen. Queen Mirelurk Meat. Rats, 25 radiation als je het gewoon in je kill bouwt. We kunnen het op zich wel oppakken. Als je ziet hoe het eruit ziet ook. What the fuck. We kunnen het wel oppakken en daar eten van maken. Dan heeft het niet zoveel radiation meer. En is het nog vrij sterk ook. Maar goed, ik heb er voor de rest helemaal niks aan. Dus ik vind het prima zo. Wat deed ze hier ook? Ze was hier gewoon.
Er was hier echt super onnodig een Myler Queen. Ze beschermt niks. Ze was hier gewoon aan het lopen of zo. Waarschijnlijk gespawnd. Of het is één van de zoveel spawn points. Want er zijn dus best wel spawn points voor Myler Queens en Super Mutant Behemoths. Maar uit mijn hoofd zou ik ze niet weten. Nee, sorry, je mag mijn gameplay niet bekijken. Gewoon, Jones. Dat zie je maar lekker op YouTube over een aantal weken. Even kijken, we gaan de map erbij pakken. En we gaan eigenlijk dit zo aflopen. Dus zo, in dit rondje. We gaan gewoon zo, up, over dit heen. Als we inzoomen, kan je het misschien nog beter zien. Als het goed is dit een soort dorp dat ze hebben gemaakt op schepen. Op vrachtschepen en oude kapotte schepen, dat soort dingen. En ik moet echt heel erg wennen dat ik niet met kruisjes spring. Want ik ben de hele tijd met kruisjes aan het springen, maar het is gewoon met driehoekje. In Bethesda games. Oh. Hebben we weer te maken met een groot beest? Ja. Wow. Right in the face. En daar kan hij gewoon niet tegen. Kijk, zie... Wow. Zie, we zijn hier al een keertje geweest. Oh wow, ik heb gewoon geen grenades ingesteld. Oké, okay, nou laten we eventjes naar weapons gaan. En we hebben van die Institute grenades opgepakt. Zie je, die hebben we opgepakt. Damage 1? Wow. Oké, dat is dus niet de bedoeling. Dat was niet die ik in mijn hoofd had. Nee, dan pakken we andere grenades. We pakken wel gewoon wat Molotov cocktails. Holy shit. Ik had deze namelijk geüpgrade dat hij gewoon laser ammo gebruikte. Nou ja, je ziet dus wat het aanricht als je gewoon full auto kan schieten. Met wat laser ammo. Nou, daar is dat gigantische Brotherhood of Steel ding, maar dat gaan we dus dit keer niet doen. Nee, we zijn voor de Institute aan het werk en we gaan naar links nu. Hey, enemies. Oh, dat is die courser. Wow, het is toch ook gewoon de bedoeling dat ik hierheen ging. Wat de hel? Yo, man. Dat had ik niet zien aankomen eigenlijk. I'm ready to move in, sir. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word and we can start the assault on the main flotilla. Super vette missie lijkt me dit. Dit gaan we sowieso doen. All right, let's go. Right behind you, sir. Top. Misschien kan ik nog wat te snaien maken, maar wat we in ieder geval gaan ontdekken is nieuwe locaties. Misschien zelfs een nieuwe enemy. Type, ik kan me niet voorstellen. Maar het zou kunnen. Alright, let's go. Wat zie ik daar? Not alone. Target spotted. Nice. Ja, mensen kunnen heel slecht tegen die laser rifles, dus misschien is dit wel het perfecte wapen. Playing games with me, huh? Me, you're dead. You're dead. Nou, kom maar gewoon naar voren, man. Ah!
Okay, defend is near. Thanks for the ammo. Thanks for the fusion core, the red away and the mantids. Dogmeat is ook episch bezig met zijn bandana en zijn armor. Zijn dat enemies of zijn dat poppen? What the fuck, het zijn gewoon poppen. Oké. Okay. Wow, check deze settlement, man. What the hell? Hij zat daar gewoon met een fat man, what the hell? Oh, daar vandaan. Wat een geweldig sterk wapen, want besef dat ik gewoon op very hard speel, hè? Anders nog gaan ze zo snel neer. Gewoon volledig geüpgraded wapens. Wat zegt die Corsair nou allemaal van nu? Nou, hij doet ook gewoon geen moer, die gast. What the fuck? Wauw, het is echt een gigantische settlement. Wel tof gemaakt hoor, en ik sloop het helemaal. Sorry jongens. Hey, nice! Nice. Dit ga ik zo lang mogelijk vasthouden, dit. Oh, zijn die allemaal beesten dood? Dogmeat maakt het gewoon open. Ik ga deze mensen gewoon ownen met mijn... Oh shit, ik heb bijna geen... Ah, jammer. Dat is nou zonde. Ik wilde deze snel gebruiken. Zo full auto losgaan met een kutwapen. Wow, hij viel gewoon in het water, die man. I'm just getting started. Ik heb namelijk belachelijk veel ammo voor dit wapen. En het is een soort Thompson. Een wapentje die ik toen heb gevonden in de metrostelsels met al die maffia guys. En nu heb ik een keertje volledig uitgebreid. Dus die ziet er wel vet uit. Volledig gepimpt. Sterk gemaakt. Oh, is een legendary man. Wow, wow, wow. Wat is er voor op, Dogmeat? Maar het is dus een legendary man, dus we gaan hem even neerhalen. Perfect. Nice.
valt eigenlijk reuze mee hoeveel enemies hier zijn. Of ik ben gewoon heel erg OP, maar ik ga er eventjes... Wow. Waar vandaan? Ik werd gehit door iets. Oh, daarachter dus. Wat wel mooi is, je krijgt op deze manier onwijs veel ammo. Want we hebben hier ook een Raider gewoon neergehaald, een Raider Legendary. Wat had hij bij hem? Even kijken, ammo, bla bla bla. Maar hij had de Troubleshooter Automatic, bla bla bla. 50% meer damage tegen robots. Nou, ik vind het eigenlijk wel prima. Ik ga hem gewoon... Hell yeah. Ik pak hem en dan geef ik hem aan de hond. Yo, hond. Hey. Oké, even kijken. Wat moest ik ook aan de hond geven? My weapons. Troubleshooter bij de T. Even kijken. En die geven we aan de hond. En de hond kan niet meer bij zich dragen. Joepie. Oh, blijkbaar zit een goede Furdy Bird. Nou, terwijl dat bezig is, kijk ik... Oh, maar hij gaat wel neer, zie ik. Ga ik even deze andere dingen verwijderen. Nou, valt wel mee. Ze zijn gewoon helemaal niks aan het doen. Het zijn Brotherhood gasten, maar ze verneuken het helemaal. Nou, wij gaan wel even een rondje dan. Dan killen we al die enemies, pakken we de ammo op en zo. Want ze hebben hier volgens mij best wel wat ammo. Psycho, Buffout staan ze ook goed. Ammo. Waarom komen die gasten nou weer terug, joh? Ze kunnen er geen move van. Nice. Siren Mine, nice. Duct tape, red away. Plasma grenades, altijd goed. En we kunnen weer verder. Ik ga ze even allemaal zo snel mogelijk neerhalen. Wat is deze man aan het doen? Hij spamt echt kapot nu. Wat? Waarom is die gast aan het zwemmen? En ik weet ook echt niet wat de Brotherhood hier aan het doen is. Een doolhof, dat is het sowieso, maar... Hoe kom ik er nu nog uit? Wow, dit is een beetje kut en glitchy natuurlijk. Oh, what the fuck. Kijk maar, de Brotherhood, ik ben bij allebei de facties. En omdat ik bij allebei de facties ben, gaat die Brotherhood nu op die Institute guy schieten, terwijl die weer met mij samenwerkt. Oh, oh, oh. Wow, wat deed die man? Ik heb geen idee op welke knop ik heb geklikt of wat ik nu heb gedaan, maar goed, prima. Als dit nog lang doorgaat, heb ik straks echt een probleem, want die Brotherhood of Steel die wil die Institute neer hebben. Wow, wat is dit nou weer? Night Vision, 50 caliber, pipe, brothers, blablabla. Pittig goed wapen volgens mij, maar ja.
Het is wel gewoon een pipe gun, dus dan denk ik, ja, die ga ik niet meenemen. Maar wat een fucking chaos hier. En hoe lang zal dit nog duren? Gasten, sterf, ga weg ofzo, want die institute die blijft bij mij horen. Weet je wat, ik ga gewoon mijn quest doen, rustig. Ik moest hier waarschijnlijk nog naar binnen ook, wow. Hold up a moment, sir. There's something important I need to tell you. Oké. What is it? I'm going to give you B-592's reset code. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. You'll need to say B-592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma-71-Epsilon. Once he's shut down, I can transport him safely back to the Institute. Good. I'd like to avoid any unnecessary violence. Well, he might not be alone up there. Violence might be inevitable. That's all, sir. Ready when you are. Alright, Wow! Le fusil terrible! Yes! Holy shit, dus dit wapen doet uit zichzelf al dit en dan kan ik hem nog upgraden. Maar waar zijn we nou heen gegaan, joh? What the fuck is dit? Got it. Oké, okay, nou daar heb ik niks aan. Dat geeft me waarschijnlijk wat extra ammo. Yes. Oh, een nice lag ook nog. En een 50 caliber sniper rifle. Maar ja, ik heb die Reba 2 bij me en die doet eigenlijk hetzelfde soort damage. Sigaartjes. Nou, laten we even kijken naar de wapens die ik op het moment bij me draag. Want ik heb dus een bepaald wapen opgepakt. Deze, Le Fusil Terrible, doet 142 uit zichzelf. En het wapen dat ik op het moment vast heb, doet 200. Maar kan ik dus nog helemaal... Deze is maximaal geüpgraded. Maar die andere kan ik nog upgraden en doet dan dus nog meer damage. Dus ja, dat is best wel heftig. Heftig sterk eigenlijk. Wapen heeft ook niet echt een andere uitstraling. Is gewoon goed uit zichzelf. Maar ja. Hond. Hey. Zo, ik geef hem dus die Le Fusil blablabla. En dan pak ik die Irradiated Missile Launcher. Doet dus radiation damage. Maar ja, kan ik niet heel veel meer upgraden eigenlijk. Even kijken. Nou, het is gewoon ongeveer hetzelfde. Ja. Dus die doe ik weg. En dan pakken we gewoon weer de gun die ik vast had. Deze ook wel nice trouwens. Gewoon die Thompson even. En dan gaan we proberen verder te gaan met de missie. Well done. Your gear, I'm gonna guess you two are agents just like me. So, made it to the top. Is the institute so desperate for resources that it's stealing plunder from honest, hardworking Commonwealth gangs? Ik hoor echt een kutgeluid op de achtergrond, waardoor ik hem bijna niet kon horen, maar yo mate, taking you home, baby. B-592, initialize factory reset, authorization Gamma 71 Epsilon. You okay? Gabriel, can you hear me? Fucking nice. Ah!
Alright. Nice work, sir. I'll take the synth back. This is X-688. Ready to reboot with the claim synth. Whoa! Huh. The Institute's an echt crazy bastard, jongen. Beetje een Assassin's Creed Easter egg daar. Wat heb je gevonden, jongen? Requires terminal, alright. Wow, master terminal. Wat zal hierin zitten dan? Ik heb niet eens ruimte meer om shit mee te nemen, trouwens. Wat? Ik heb hem in één keer. Wow. Benieuwd. Oh, fuck. Ik heb gewoon meegenomen wat erin zat. Ik zag niet eens wat erin zat door dit. Wow, ik zag niet eens wat erin zat, maar ik heb het gewoon mee nu. Prima. En nu, wat is het doel eigenlijk? Laten we even naar de data gaan. Return to father, dat is echt het enige gewoon? Ja. Return to father. Nou, hier heb ik dus geen moe meer te doen. Genoeg gekke shit gebeurt ook. Holy fuck. Nou, we gaan de Assassin's Creed Easter Egg doen. Aan het einde van deze video dan returnen we to father en eindigen we de quest. Gaan we dan. We gaan de vogelvluchtduik doen. Doe je mee, Dog Meat? Let's go. Wat is dat trouwens? Wow. Nou, heel cool. Even kijken hoor. We nemen een Red Away, een Red X en een Steampacky. Een quick save en dan gaan we fast travel naar die instituut om de quest af te ronden. Greetings. As the Institute's requisition vendor, I can provide supplies for your missions on the surface. How may I assist you today? Not looking to buy right now. No. Dat was mijn antwoord. Sint doet een heel praatje. Mijn antwoord is no. Maar die Sint ziet er nog het engst uit, jongen. Die ziet echt creepy uit. Yo, father. Ik heb die shit voor je gedaan. I'm glad to see you return safely. I know the task was difficult. But I needed you to see firsthand how dangerous a rogue synth can be. The Institute created that synth. So the Institute is responsible for what it does. I disagree. A synth is no more inherently evil than a handgun. When a man dies by gunshot, is the weapon's maker blamed? Of course not. The blame rightly falls on he who pulled the trigger. Yes, we created the synth. But whether they intended to or not, the railroad's agents turned it into a killer. But enough about that. The task is done. And you've returned our synth safely to us. I couldn't have hoped for a better outcome. Well done. While you were away, I had quarters prepared for you. You'll find all the basic necessities, as well as a generous stock of arms and equipment. Go and have a look. I think you'll be quite pleased. Visit your quarters. Oké, dat gaan we wel even doen. Daarna eindigen we natuurlijk de quest. Ronden we waarschijnlijk ook de quest af, maar eindigen we ook de part, de aflevering. Gaan we de volgende aflevering verder. Wat zijn mijn quarters, vraag ik me af. Is dat hier? When the lights go down, the stars come out. Denk het wel, maar dan daarboven ofzo. Father is more than just our leader. Ja, zie je? This is unacceptable. I'm not scared of the surface. There was a system glitch. We're looking into it. Damn it, you're all useless. Hi. Your quarters are just inside, sir. Tell the others to be on high alert.
I want more patrols and more rounds. Right away, sir. If you see anything, when you're finished here, sir, Father wants to see you. Absolutely cannot happen again. Got it? Yes, sir. Understood. Nou, dit is dus mijn kamer bij die instituut. The Battle of Bunker Hill. Ik ga dit natuurlijk de volgende part doen, maar daarbij zal ik ook meteen eventjes dat serum aan Virgil gaan geven. Dat serum waardoor Virgil eigenlijk weer normaal wordt, want die arme supermutant staat ook maar te wachten op mij. Ik heb al lang een serum in mijn bezit en ik kan het al lang aan me geven, maar ik heb het dus nog niet gedaan. Gaan we sowieso de volgende aflevering even doen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, voor het liken. De Institute gaat me verder met quest geven. Ondertussen hou ik goed de roadmap in de gaten, zodat ik de handmatige saves niet verwar. En ja, kunnen we niks anders doen als die Institute helpen tot ze eigenlijk, ja, tot het verhaal verder en verder loopt. We zullen zien wat er allemaal gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Later.